Shalom, I want to start by giving all praise to Yahweh, Baasham Yahushai, Baruch Kudash, double honors to the apostles and elders of great millstone, and peace salutation to Yahakim across the earth for doing his work in sincerity and the truth. Shalom, deze video gaat over een artikel die ze in de Telegraaf hebben geschreven over ons. Great Millstone Holland. En het is... Ja, het is best wel grappig. Een tijdje geleden was het in de Parool. En Parool is een krant van Amsterdam, zeg maar. Telegraaf is een krant die iedereen in Nederland wel kent. Maar ja, die grap is, ze hebben een artikel over ons geschreven. Sil van Schoonhoven. Ik laat zo meteen zijn foto zien. Maar als jij die dingen wilt zien, kijk, als je die Telegraaf-app hebt, dan kan je de foto's zien van het artikel, maar je kan het niet lezen. Als je lid wordt, weet ik voor hoeveel, 81 cent per week, dan kan je alle artikelen kan je dan lezen van deze krant. Dus ze hebben het in het betaalde gedeelte gezet. Dat is op zich ook wel grappig. Maar ja, in ieder geval die clown, Sylvan van Schoonhoven. Dus ik werd gisteren, kreeg ik dus een appje van mijn neef. Hij zegt, neef, zegt hij zo, je staat in de krant. Ik zeg, ja, meen je dat? Ik zeg, welke krant dan? Hij zegt, Telegraaf. Ik denk, oh, Telegraaf, dat is wel, next level, weet je. Het Parool was al iets, weet je wel. En waren ook al een tijdje geleden geïnterviewd. Vorige week was ze er weer. Een vrouw van... overspelige vrouw van Vice Nederland. Ik was even aan het kijken of ik iets van haar kon vinden, foto's of zo, maar ik kon haar niet vinden of zo. Ik weet haar naam ook niet. Ik weet ook niet of ze die ooit gezegd heeft. Het interesseert me ook niet zoveel. Maar ja, dat was ook eentje die was ook als een gek foto's aan het maken, ja, afgelopen week. En, maar ja, dat is weer een apart verhaal. Dat is ook typisch iets voor vrouwen, weet je, altijd overspelig, ik weet niet, aandacht zoeken voor andere mannen en zo. Maar in ieder geval deze clown dus, net zoals die Patrick van Meersoek, deze sukkel. Dus deze vent is dus een schrijver voor terrorisme en misdaad en terrorisme en bla bla bla, dat soort dingen. Maar ja, dus... Zoals je zag in het artikel al, weet je, de titel. Zorg over opmars militante secte, de witte man is de duivel. Dus wij zijn een militante secte, terwijl we helemaal niet carnal zijn, weet je wel. Het enige wat wij doen is lezen uit de Bijbel en praten over wat het is. Kijk, maar ze zijn gelijk, weet je, deze witte mensen. Deze zogenaamde witte mensen, want wit zijn ze niet. Het zijn verschillende tinten van rood. Van donkerrood tot lichtroze. En in ieder geval, deze mensen zijn zwaar op hun ziel getrapt. Omdat wij hun gewoon de duivel noemen. En dat zijn ze ook. En zo noemt de Bijbel hen ook. Hun zijn gewoon de duivel. Want als je naar hun geschiedenis kijkt. Het zijn alleen maar duivelse dingen wat ze gedaan hebben. Kijk die geintjes die ze uithaalden in slavernij. Gewoon baby's, slavenbaby's. Baby's uit de buik snijden van hun moeder. Die gebruiken om alligators mee te vangen. Weet je, gewoon voor de lol een slaaf pakken, ophangen en een picknick te onderhouden. Dat weet je dat het naar terug gaat. Pick a nigger. Gewoon random een slaaf pakken, ophangen, martelen, whatever. Dat soort dingen, dat is hun geschiedenis. Kijk wat ze hebben gedaan in Australië. Kijk wat ze hebben gedaan in Amerika. Kijk wat ze hebben gedaan op de Antillen. Kijk wat ze hebben gedaan in Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Kijk in Afrika. Hey, in Zuid-Afrika praten ze gewoon oud-Nederlands. Apartheid, dat is gewoon Nederlands. Het is gewoon dat Afrikaans wat ze daar praten. Het systeem heet apartheid. Weet je, en mogen jullie niet de duivel noemen? Tja, al die dingen. Al die mockery, al die jokes die jullie op ons gemaakt hebben altijd. Negerzoende moorkoppen had je. Antwerpse handjes heb je, dropjes zijn dat. Wat voor kleur is drop? Drop is zwart. Wat deed koning Lodewijk II volgens mij? Wat deed hij in Congo? Hij hakte de handen af van die slaven daar zo. Die rubberplantages van hem. En Antwerpse handjes hebben daar niks mee te maken. Donder op, joh.
Jullie zijn stelletjes schijnheilige mensen, maar jullie gaan jullie straf sowieso krijgen. En dan heb ik over de Edomites. Want de kleur zegt niks. Het gaat terug, dit van ons gaat terug naar donkere mensen. Maar tegenwoordig, wij liggen met allerlei soorten vrouwen. Dus onze kinderen hebben allerlei soorten kleuren. Ik zal een stukje van het artikel lezen. De militante secte Nation of Islam probeert voet aan de grond te krijgen in Nederland. Dus ze noemen onze militante secte. Wij zijn volgens die clown zijn we islamitisch. We zijn niks van dat alles. Wij zijn niet militant en we zijn niet islamitisch. En heeft hier sinds kort een afdeling. Deze is echt grappig, jongens. Zwart racisme en jodenhaat staan hoog in het vaandel. De AIVD doet onderzoek naar dit soort identitair extremisme dat de wind in de zeilen heeft dankzij de antiracismeprotesten. Jongen, wij staan hier, we staan al jaren. Onze elder apostels die doen het al meer dan 35 jaar, man. Grappig, jongen, echt. Maar in ieder geval, dus je moet lid zijn om dit ding te lezen, weet je wel. Maar ik wil geen geld aan geven aan deze bullshit, weet je. Maar wij zijn niet carnaval, wij zijn niet geweld. Denk je als wij mensen zullen pakken en dat soort dingen, dat we dingen zouden doen, dat de mensen zouden mappen en dat soort dingen en militant zouden zijn, zouden we lang vastzitten hier. Maar ja, zoals altijd, deze witte mensen, het zijn geboren leugenaars. Het zijn geboren leugenaars. Maar even naar... Dit is de Book of Psalms. Chapter 58, verse 3. Hoofdstuk 58, vers 3. The wicked are estranged from the womb. Dus vanaf de geboorte is de wicked al... is die al wicked. En dat zie je al bij die kleine kinderen. Als ik naar de kinderboerderij ga met mijn kids... En ik zit naar die witte kinderen te kijken, naar die Edomieten, kinderen. Die lopen echt in die dieren aan de staart te trekken, achteraan te rennen, proberen die kippen te schoppen en dat soort dingen. Het zit al in het van kinds af aan. Het zijn kleine duivels. Het zijn ook kleine duivels. Book of Psalms, hoofdstuk 58, vers 3. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born. Ze gaan gelijk. Ze zijn gelijk slecht bij geboorte al. Speaking lies. Ja, liegen. Liegen, liegen en nog eens liegen. Net als die Patrick van Meershoek. Jongen, pannenkoek, je kon ook gewoon naar ons toe komen. Dan kon je het verhaal horen. Dan kon je zien dat wij niks met islam te maken hebben. Dan kan je zien dat wij dingen uit de Bijbel lezen. Dan kan je zelf je telefoontje erbij pakken en kan je meelezen en zien wat er staat. Ja, want die dingen die wij... Die wij lezen zijn dingen die niet in de kerk worden gelezen. En je gaat je straf sowieso kennen. Sowieso krijgen. Sowieso. Kijk. Dit is de Book of Luke. Hoofdstuk 17. Versie 1. Then said he unto the disciples. It is impossible but that offenses will come. Ja, offenses gaan komen. But woe unto him through him to whom they come. Maar, en woe betekent evil time, slechte dingen, weet je wel. Lamentation, verdriet, pijn, slechte dingen. Dus woe unto you. Slechte dingen gaan op jou komen. Voor wat je doet. It will better for him that a millstone will hang about his neck. Dus het is beter voor jou om een molensteen om je nek te hangen. And he cast into the sea. Then he should offend one of these little ones. Dit is, je kan beter een molensteen pakken. Weet je, groot. En dit is wel grappig, want wij zitten onder de banner van Great Millstone. So, je kan beter een grote molensteen pakken. Die om je nek heen binden en jezelf in de zee gaan verdrinken. Dat kan je beter doen dan ons een beetje lastig vallen. Want hey, als Yahweh Shai degene die je Jezus noemt terug gaat komen. En geloof me, het is geen witte faggot man zoals jullie hem afbeelden. Nee, hij is een dark skin man. Een donkere man met wit wollig haar. Dus wit haar met de structuur van wol. Kroeshaar.
Niet dat peentje slangenhaar. En zoals ik al zei, wij zijn niet carnal. Wij zijn niet carnal. De Bijbel leert ons dat. Pas als Yahweh Shai terug gaat komen, als hij terug gaat komen, dan, en die elect men, de gesetelde mannen, die spirituele krachten gaan krijgen, dan is het tijd voor ons om fysiek te worden. Tot die tijd gaan wij niet fysiek worden. Maar denk niet dat wij een steltje pussies zijn. Dat je bij ons komt en je gaat een beetje lopen zwaaien en shit en zo. Want wij slaan wel terug. Je mag sowieso jezelf verdedigen. Dit is, hier wordt niet de andere wang toegekeerd. Een bullshit. Want dat geldt trouwens alleen voor je eigen soortgenoten. Maar ja, dat snap je toch niet. En dan ga ik je ook niet uitleggen. In ieder geval 2 Corinthians chapter 10. Hoofdstuk 10. Versie 3. For though we walk in the flesh. Ja, ons lichaam is van vlees, zoals je ziet. We do not war after the flesh. We proberen spiritueel te blijven. For the weapons of our warfare. Dus onze wapens die wij gebruiken in deze spirituele oorlog. Are not carnal, zijn niet fysiek. But mighty, maar machtig. To Yahweh. Dus to the Most High. To the Allerhoogste, Yahweh. De pulling down of strongholds. En wat zijn die strongholds? Al die leugens. De naam Jezus. Het is een witte man. God is wit. Alle profeten zijn wit. Die mensen die in Israël zijn, zijn de Joden. Zijn de afstammelingen. Wat zijn die al die tribes en zo? Snap je? Dat al die leugens zijn. Wat, al die geschiedenis. Van dat jullie zogenaamd in de middeleeuwen waren. Jullie waren niet in de middeleeuwen. Jullie zaten in de grotten. Onze mensen waren hier. Weet je waar Sinterklaas vandaan komt? Het verhaal van Sinterklaas. Het berust op waarheid. Onze mensen deden dat vroeger. De Moren. Die pakt, als je die Zwarte Piet outfit opzoekt op Google. Dan zie je dat dat van die Moren is. Maar ja, in ieder geval. Jullie zijn wicked. Zoals ik al zei. De Urfers. Ja, jullie zijn nou aan het roelen. Maar ja, jouw kingdom is aan het vallen. En kijk, ja, dit is nu jullie tijd om te roelen. Het is wat het is, maar alles komt een eind. Maar het is grappig, weet je. Ik vraag me af, ja, jullie zullen wel door de overheid gesponsord worden om over ons te schrijven. Ja, maar het is ook heel dapper, weet je, om vooral in gesprek te komen. Weet je hoeveel mensen gewoon in gesprek komen? En dan gewoon, weet je, ze zien van oké, wij zien dingen op een bepaalde manier. We komen met feiten en dan keer je er niet omheen. Islam, net als die andere pannenkoek, noemt ons Black Hebrews. Terwijl je er duidelijk iemand zag staan. We hebben duidelijk iemand die eruit ziet als een zogenoemde witte man. Dus hoe kun je ons dan sowieso al Black Hebrews noemen? En we zijn niet zwart. Wij zijn verschillende tinten bruin. Wij zijn aardlingen. We hebben kleur van de aarde. Jullie zijn kleurloos, doorzichtig. Daarom zijn jullie van donkerrood tot lichtroos. So, dit is de boek of Job. Hoofdstuk 9, versie 24. The earth is given into the hand of the wicked. Dus de aarde is gegeven in de handen van de wicked. En wie is de wicked? Dat zijn jullie. Jullie zijn de wicked. En laat me even naar de... Even kijken, boek of Psalms, hoofdstuk 17. Als ik het goed heb. Even kijken. Boek of Psalms, hoofdstuk 17, versie 13. Arise, O Yahweh, disappoint him. Cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword. Ja, dus jullie zijn de zwaard van de Mosai. Jullie zijn het wapen van de Mosai. Daarom zijn jullie zogenoemde witte mensen over de hele planeet gegaan. Jullie boel lopen verkrachten en alles. Mensen verkrachten, want jullie pakken niet alleen vrouwen. Jullie pakken ook jongetjes en mannen. Ja, ze, weet je wat ze deden? In Jamaica, wat jullie heel veel deden, jullie witte mensen, was bokbreaking. Bokbreaking, dat betekent de sterkste slaaf pakken en vastbinden en verkrachten voor iedereen. Voor zijn gezin en voor iedereen. Dat waren de dingen dat jullie deden. En waarschijnlijk nog steeds doen. Ja, godvrezend, bla bla bla. Onzin, jullie zijn vies volk, man. In ieder geval, Book of Psalms, hoofdstuk 17, versie 13. Arise, O Yahweh, disappoint him. Cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword. From men, which are thy hand. O Yahweh, from men of the world, which have their portion in this life,
and whose belly thou fillest with thy hid treasure. They are full of children and leave the rest of the substance unto the babes. Ja, hoe vaak hoor je hun niet praten over, ja, we hebben nog steeds oud geld. Het geld is er al jaren in de familie, dit en dat. En dan gaat de volgende dood. En dan blijft het voor de kids, weet je wel. Ja. Kijk. Ja, maar één ding moet je niet vergeten. Alles wat je doet, je gaat het terug op je bordje krijgen. Je gaat het allemaal terug op je bordje krijgen. Book of Matthew, chapter 13, or like chapter 12, versie, hoofdstuk 12, versie 36. But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give a come thereof in the day of judgment. En wat is de dag of judgment? Dat is de dag dat jouw als jij terugkomt. Dat is de dag van judgment. En daar ga je betalen voor elk woord. Maar voor nu, we blijven gewoon in de spirit, weet je. Want wij beseffen ons heel goed. Het is nog niet de tijd om carnal te worden. Het is niet de tijd om fysiek te worden. De tijd is nog niet daar. En als die tijd daar zo is, dan ga je er niks tegen kunnen doen. Dan ga je er gewoon in slavernij. Dat zit de Bijbel. Dit is 2 Corinthians, 2 Corinthians, hoofdstuk 10, vers 8. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Dus ook al lopen we in de vlees, we gaan niet oorlog voeren in de vlees, zeg maar. For the weapons of our warfare are not carnal, but onze wapens zijn niet carnal. Through Yahweh, the pulling down of strongholds. Ja, wij breken al die leugens. Al die leugens worden gebroken. De plekken. Let me see. Ja, maar het feit is, jongen, jullie denken, weet je wel, de overheid, de AIVD en zo, al dat, jullie denken allemaal. Die dingen die je doet, YouTube-video's verwijderen en dat soort dingen. Je denkt allemaal dat het iets uithaalt. Maar je kan niks tegen de waarheid doen. Je kan er niks tegen doen. Dit is 2 Corinthians, 2 Corinthians, hoofdstuk 13, versie 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Yeah. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Dat is, je kan niks tegen de waarheid doen, alleen voor de waarheid, weet je. Want mede door dit, breng je ook weer meer aandacht op ons. Weet je, waarschijnlijk gaan er meer mensen wakker worden. Sowieso. Weet je, de Most High bepaalt wanneer het genoeg is, dat is niet aan ons. Maar ja, het is gewoon een kwestie van geduld. Even kijken, laten we even naar het boek of Romans gaan. Dit is het boek van Romans, hoofdstuk 12, versie 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, said Yahweh. Ba'asham Yahweh Shai. Dus, de andere woorden gaan niet fysiek worden. Leg het neer bij de Most High. En hij gaat wraak nemen. Hij gaat wraak nemen. Maar ja, deze mensen zijn trots. Je moet niet vergeten, deze witte mensen zijn al jaren bezig. En ze zijn gewend om met alles weg te komen. Nu gaat het niet meer zo makkelijk zoals vroeger. En je merkt het gelijk. Weet je wel. Je merkt het gewoon met bepaalde dingen. Zie je gewoon dat ze niet meer met alles wegkomen. En dat betekent dat de cursus op hun gaat komen. Weet je wel. Mozij zijn die dingen aan het switchen. Ik had de scriptie in mijn hoofd. Nou weet ik het niet meer. Even kijken maar. Maar ja, ik denk dat ik zo wel alle punten gehad heb.
over deze man. Trouwens, kan nog even net toch in Romans. Romans hoofdstuk 13, versie 1. Want, je moet niet vergeten, we zitten nog steeds onze straf uit. Dat is het gewoon nog. Dit is the Book of Romans, chapter 13, hoofdstuk 13, versie 4, versie 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of Yahweh. Dus, weet je, er is geen andere kracht dan de Mosai. The powers that be are ordained of Yahweh, by Hashem Yahweh Shai, whosoever therefore resisted the power and the resistance, the ordinance of Yahweh, by Hashem Yahweh Shai, and they that resist shall receive to themselves damnation. So, in ieder geval, ja, ik denk dat ik het zo ga laten. Ik heb alles zo gepakt. Ja, dus ja, we zijn nog steeds een rulership en hebben we mee te dealen. Ze genieten nog steeds van de witte privileges. En ja, het is wat het is. Ze zullen gewoon mee moeten dienen. So with that, I'm gonna give. Ja, we zullen er gewoon mee moeten dealen, weet je. De Mosai zijn die cursus aan het omzetten. Maar het is nog niet zo ver, weet je. So, so with that, I'm going to give all praise to Yahweh, Baal Hashem Yahweh Shai, Baruch HaKodash, double honors to the apostles and elders of Great Millstone, and peace, salutation to Yahakim across the earth, for doing his work in sincerity and in truth. So with that, I'm going to say, Shalom.